Mijn hele leven draait om het freerunnen. Ik ben begonnen met een beetje in de bossen van tak naar tak springen, gewoon op de grond. 7 jaar geleden. Nu is het mijn werk, is het mijn leven, zijn al mijn vrienden er bijna uit. Ja, ik doe eigenlijk bijna niks anders dan het freerunnen. Het geeft een soort broederschap als je datzelfde gevoel deelt. Zeg maar, af en toe als ik op straat loop en ik ben al de hele dag aan het trainen, dan zijn helemaal kleren vies. En dan zie ik hem soms meer als een zwerver uit dan als een atleet, zeg maar. Maar ja, ik heb gewoon een goede tijd gehad op straat, zeg maar. En ik weet dat er mensen dan in de stad lopen die denken, wat een vagebond of wat is dat voor gast, weet je wel. Maar dat maakt allemaal niet uit, want je bent met elkaar en je hebt die herinneringen samen, zeg maar. Ik heb zelf best wel een rare middelbare school gehad, waarin ik een beetje emo was. En daar best wel veel mee gepest ben en rare situaties mee heb gehad. En ik merk wel dat ik daar toen een beetje uit ben gerold, maar nog wel daar mezelf in ben kunnen blijven, omdat ik het freerunnen heb gevonden. En daarin ook jongens heb gevonden die op dezelfde manier, als ik die op middelbare school tegen had gekomen, dat er misschien zulke jongens zouden zijn die me hadden gepest. Maar die nu gewoon echt mijn goede vrienden zijn, dat het als broers voelen, zeg maar. De situatie waar je elkaar leert kennen. Op middelbare school heb je toch altijd een beetje een groep om je heen. En heb je mensen die eruit willen springen door cool te doen. Terwijl je daar uiteindelijk niks mee wint, behalve mensen vervelend laat voelen. En ik denk als je ergens komt waar je passie in deelt, dat je toch altijd jezelf bent. Maar ook vooral die passie met anderen wilt delen. Sinds een paar jaar zitten wij hier op Strijp S. De ruimte is speciaal ingericht voor het freerunnen. En sinds het ontstaan van deze plek heeft de freerun community echt een thuishaven gekregen in Eindhoven. Je werkt hier met heel veel verschillende soorten jongeren. Iedereen op zijn eigen niveau, iedereen met een andere leeftijd, iedereen met een andere passie voor de sport. Het is ons doel om iedereen te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Ik denk dat Jeroen een beetje verliefd is geworden op de community. Zonder dat hij zelf een passie heeft voor freerunning, maar hij voelt wel dat die energie in de community hangt. En hij wil dat versterken, zeg maar, door dat te faciliteren met een zaal, met events. En hij probeert mensen bij elkaar te zetten die misschien normaal niet bij elkaar zouden zitten, maar toch daardoor juist met vette plannen kunnen komen. Ja, ik denk dat we sowieso tijdens de lessen en daaromheen best wel gewoon een veilige omgeving hebben. Iedereen traint gewoon op zijn eigen niveau en daar heeft ook eigenlijk gewoon iedereen respect voor. Eigenlijk is niemand beter dan de anderen, zeg ik altijd. Iedereen doet gewoon op zijn eigen manier zijn dingen. En er zit ook helemaal geen druk achter. Als jij iets niet wil, dan doe je het ook niet. Je moet gewoon dingen doen die je leuk vindt. Natuurlijk moeten we soms wel een beetje pushen om jezelf uit te dagen. Maar dat is bij elke sport zo. Ik denk ook mijn eigen ontwikkeling is echt naar vooruit gegaan. Ja, je gaat het misschien niet geloven, maar vroeger durfde ik echt heel slecht tegen mensen te praten. Zo. Ik was altijd een beetje verlegen. En dat was in het begin van mijn lesgeven ook nog wel. Alleen ik heb wel gewoon geleerd, ik mag gewoon staan. Ik ben gewoon, nou, gewoon docent en ja, ik mag er nou gewoon staan voor mezelf, weet je wel. Vanuit Commit organiseren wij inderdaad evenementen, lessen, workshops. Op dit moment is Hidde een speedcompetitie aan het organiseren. Hij doet de opleiding sociaal-cultureel werk. En vanuit die opleiding is er een match om zo'n evenement te kunnen organiseren.
Ik had laatst een ouder na het evenement komen naar me toe met: je hebt echt hier zoiets moois neergezet en mijn kinderen zijn hier zo thuis, ze hebben andere sporten geprobeerd, maar dit is echt hun ding. Ook al zijn ze er misschien niet de beste in, gewoon dat ze hier naartoe komen en zich zo fijn voelen en echt als vriendengroep bijna hier naartoe gaan. Alle ouders vinden ook gewoon echt heel tof. Kinderen kunnen hier op een veilige manier trainen en het is de bedoeling dat wij hier iedereen een goede basis meegeven om uiteindelijk buiten zelf actief binnen die freerun community stappen te zetten. Wat je in Commit ziet is dat er gewoon een aantal mensen die hetzelfde willen en hetzelfde doel hebben, omdat die samenkomen en met een plan komen en iets gigantisch moois neerzetten waar de community van profiteert. Waar een plek is voor mensen om hier te trainen, waar jonge kids kunnen leren van de ouderen, waarin we competities kunnen organiseren die de wereldtop kunnen hosten. En dat kan alleen maar als je samenwerkt en dat is wat Commit met z'n allen hier doet. We hebben nu voor de eerste keer een reis kunnen organiseren naar Lissabon. Waarbij we de reis en het verblijf konden vergoeden en daar gewoon op die manier een heel tof videoproject konden schieten. Het moment dat wij in Lissabon waren was eigenlijk een heel groot deel van de freerun community daar. Uit Engeland, Duitsland, Portugal zelf natuurlijk. Als je als team naar een plek als Lissabon kan gaan met een gezamenlijk doel om een video te maken, dan zie je wel dat familiegevoel heel erg heerst. En iedereen let op elkaar, zorgt voor elkaar. Ja, dat is wel, ik vind dat wel heel mooi om te zien. Dikke strijder ben jij toch ook, wat een gek man. Ik denk dat zulke projecten heel goed doen voor een community, omdat je daardoor toch wel weer een beetje het volgende uit jezelf gaat halen. Het is iets als je komt op een plek waar je altijd video's van ziet en dan kom je daar en dan zie je dingen van wow, wat hier allemaal heeft plaatsgevonden, weet je wel. Het was een soort van een fieldtrip met de hele crew en daardoor wel een hele broederlijke ervaring. Lissabon is perfect. Volgens mij de eerste dag dat we daar waren, toen hadden we meteen een leuke discussie met die local daar. En die begon de spot nat te spuiten met een tuinsproeier. Shit. Dat was de eerste spot waar we ook heen gingen. Buiten de sprongen die ik heb gedaan en gehaald, waarbij je altijd een goed gevoel hebt, is toch wel uiteindelijk de mensen ontmoeten die je al lang niet hebt gezien. En toch wel weer die oude vibes hebt, weet je wel. Ja, dat blijft vet om elkaar weer te zien en samen te springen. Well, I mean, I've known a lot of the Commit guys for a while. Bart's a very good friend of mine, obviously. And it's sick seeing like all the younger guys, like Siba. Like, I remember when they were tiny kids for love of movement and everything, and now all these kids have grown up and they've got their man legs and they're jumping again. So it's sick to see all the younger Commit guys come up especially and actually be young men now and doing crazy stuff. The value of an international community is dat je overal ter wereld kan gaan en met dezelfde open armen ontvangen wordt als dat je thuis ontvangen wordt. En dat is priceless, zeg maar. I feel like, I've definitely always switched my friend circles, kind of, but I would never switch out of this group. You know what I mean? Like, I really feel like this is exactly the people I want to hang out with. It's pretty crazy to think that just because I jump off walls and I make friends that jump off walls, I could go to most cities in the world, go on my phone and find somewhere to stay and find people to train with. That's amazing to me. One of the best things about parkour, even better than doing jumps, just having all these friends everywhere.
Ja, ik denk dat mensen uit het buitenland best wel positief nadenken over Eindhoven bij de freerun community. Dat ze toch wel een soort thuisgevoel hier hebben en zich altijd welkom voelen. Ik denk dat dat komt omdat wij altijd heel actief zijn met hun in contact staan, maar ook met hun trainen als ze hier zijn of wij daarheen gaan bijvoorbeeld. Eindhoven heeft het allemaal. Eindhoven is een stad waarin je van spot naar spot kan lopen en vaak maar 2 minuten hoeft te lopen om op de volgende spot te zijn. En dat is eigenlijk heel bijzonder in een stad. En daarnaast is de variatie van spots ook nog heel verschillend. Dus je hebt hier een spot waarin je juist heel erg flowy movement wil gaan doen eigenlijk. En hier een spot met hele grote sprongen. Deze is weer vet om hele vette salto's te oefenen. En dat is juist het mooie, dat je zo een variatie hebt aan verschillende spots op zo'n korte afstand met elkaar. Ik denk dat iedereen in de internationale community weet dat we hier goede spots hebben en dat je hier best een actieve community hebt. Ah, it's lovely. I love it. Like, I don't know, Dutch people are just very, they have a very relaxed way of being, I would say. And that you can also see that in the community. I love the community. It's very lovely. Seems really strong. I think they have like really great coaching and sort of like mentorship stuff going on, and there's like a really, really strong younger generation and obviously a really legit old school generation too, and I think that combination works so well. And for the younger generation, it's so good to be exposed to literally like the most like talented athletes in the world, like coming to your city is so inspiring, like as a young kid first getting into it. Over de jaren zijn in Eindhoven een paar spots gewoon iconisch geworden. Boomspot bij Stadhuisplein, ja, dat is echt legendary. De tricks die daar gedaan worden, het lijkt wel of het niet ophoudt of zo. Dat er constant world's first daar worden gedaan, zeg maar. Ja, sowieso een on the spot zou eigenlijk nergens anders kunnen als in Eindhoven. Dus dat hebben we best wel mooi verzonnen en opgeëigend. Hier heb je gewoon 5 of 6 spots makkelijk bij elkaar in de buurt waar je dat op kunt houden. En ook nog zo'n goede band met de bewoners daar hebben, dat het eigenlijk gewoon prima is. Ik weet nog wel zo'n moment dat we op Yellow Walls waren met z'n allen, waar gewoon mensen wonen. Stonden we met 100 mensen eigenlijk voor de deur, hadden we muziek aanstaan en zo. En het enige wat ze eigenlijk zeiden is, zo zouden jullie de muziek alsjeblieft wat zachter kunnen zetten. En dat was het. Op elke andere stad zou je denk ik al lang weg worden gestuurd door handhaving of politie of zo. En hier is het prima. Dus we zijn daar ook best bewust mee bezig om die band goed te onderhouden. Welcome everybody to On the Spot 2022, our third edition. Let's just hear it. Woo! Own the Spot is qua competities het dichtste bij hoe wij ook trainen. En dat maakt het zo bijzonder, want het is en op straat en het is in een manier waarop mensen zich niet echt uit hun element voelen. En dat heb ik met competities heel vaak gevoeld, is dat het iets is wat ik moest oefenen los van freerunning, zeg maar, competities oefenen. Het voelt niet als meedoen, het voelt meer als onderdeel zijn van deze gekke gekte, zeg maar. Of deze menigte die door de stad heen banjert. En van links naar rechts worden allemaal gekke dingen gedaan. Er zijn pro's bezig, of ja, mensen die je alleen kent vanuit video's in Amerika of zo. Iedereen komt hier naartoe om mee te doen. En stel ik zou een beginner zijn, dan zou ik daar naartoe gaan en mijn ogen uitkijken. En hopelijk ook zo erg geïnspireerd raken dat ik zelf niet kan stoppen met bewegen. Want zo voel ik me nog steeds, zeg maar, als ik daar loop, denk ik, wow, ik zie alleen maar coole dingen. En dat is zo magisch, denk ik. En als je dan omstanders spreekt die totaal niks met freerunning te maken hebben, die hebben ook echt zoiets van, wow, wat gebeurt hier en wat is dit vet en waarom doen jullie dit niet meer?
dan voelen mensen die energie van een hele community eigenlijk. Tijdens Own the Spot hebben we natuurlijk altijd wel een briefing met hoe het weekend eruit ziet. Maar daarbij geven we ook heel duidelijk aan, luister, we zijn in de buitenomgeving, we zijn in de stad. Hou rekening met je troep, ruim je troep op en ga gewoon respectvol met iedereen om. And I wish you guys lots of fun. Be safe, please. Yes? All right. I genuinely think community is everything. It's like having a big family. Yeah, and it's just really nice to have that, a place where you can be safe, a place where you're welcome. I'm really grateful for this, and I just love our community. Yeah, it's perfect. You can be from any type of background, you can be any type of person, but as long as you enjoy something as simple as jumping on walls, automatically we come together and we're friends. I think that's the real power behind the community, being that it can bring so many people together. I look real connected.